Ding, ding. Zo deze. Hier naartoe. Je krijgt 8 jaar een rekening onder je neus. En dan vraag je je van, nou, je wordt wel bedankt. Zijn we daar alleen maar aan het vesten dan? Dat wordt een gemeen spelletje. Dan krijg je een staartje. Ik voel me al een stuk beter. Het is gewoon een marteling. Weg die boom. Helemaal weg. Dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed. Tot hier en niet verder. Er zit €600 in de clubkas. Te veel voor het sigarenkistje. Dus u brengt het geld onder voor de veiligheid bij een stichting. Maar wie is er dan verantwoordelijk voor dit geld? Dit is de vraag waar meester Visser zich vandaag over buigt en waar onze publiekstribune over gaat discussiëren. En dan nu de kern van de zaak. Elke maand geven de leden van de houtsnijclub €5 aan meneer De Vries. En dit geld is bedoeld voor de aanschaf van materialen en gereedschap. De club groeit en het geldbedrag loopt snel op. Meneer De Vries die vindt het te gevaarlijk worden om met zijn sigarenkistje over straat te gaan. Het gilde Emmen biedt aan het geld onder te brengen op hun rekening. Maar nu vindt het gilde dat de houtsnijclub een samenwerking is aangegaan en dat het geld ook hen toebehoort. Diefstal, zegt de houtsnijclub. Ik liep met een doosje met geld en dat vonden we niet veilig. En we hadden ontdekt, of dat wilden we graag, een speciaal rekeningnummer hebben. En dat kon niet meer. In 2002 is de wet veranderd. Dat als je dat wil, speciaal rekeningnummer, dan moet je lid zijn van de Kamer van Koophandel. En je moet statuten hebben van de notaris. De notaris vroeg €600. Nou, zo'n klein clubje, dat vonden we allemaal veel te gek. Dus dat hebben we toen gemeld met Gilde, want er was een vriendschapsband. En toen zeiden zij, joh, geef dat geld nou aan ons. Dan zullen we een speciaal rekeningnummer voor je aanvragen. Daar waren we natuurlijk wat huiverig over. Overleg met de mensen. Van, is dat wel veilig? Maar ze hebben ons overtuigd, nee, dat blijft jullie onvervreemdbaar eigendom. En die twee mensen die dat deden, dat was de voorzitter van het gilde en de penningmeester, die vonden wij op het moment wel betrouwbaar. Dat zij hebben gedacht dat we al die tijd lid zijn gebleven tot 2010, wisten we helemaal niet. Nou ja, het gilde is een stichting, die heeft een bankrekening. Daar komen subsidies op binnen en cursusgelden op binnen. En daar worden kosten van betaald. En dat geldt allemaal in feite van dezelfde rekening. We hebben dus €600 in bewaring gegeven. Met de afspraak dat we terugkrijgen, dat voor ons is. En nu gaat het gilde dat plotseling zich toe-eigenen. Die houtsnijders, die vragen daar cursusgeld voor. Jan die noemt dat contributie, maar wij noemen dat cursusgeld. En dat cursusgeld gaat naar de stichting Het Gilde en dat gaat niet naar de vrijwilligers toe. En ook nog zeggen, jullie hebben een natslijpmachine gekocht van €450. 600 min 450, er rest nog €150. Zijn natslijpmachine, en even dat woord te noemen, hè, wat destijds weliswaar via subsidies aangeschaft is door het gilde, is eigendom, blijft eigendom van het gilde. Dus op die manier zou je kunnen zeggen, eet je ook van twee walletjes. Ik stoor me verschrikkelijk aan het niet nakomen van een duidelijk gemaakte afspraak. Dan word je onrecht aangedaan. Kijk, ze hebben op een gegeven moment misschien wel het gevoel gekregen van, ja, wij zijn een eigen tokootje binnen het gilde. Want ze hebben wel steeds gezegd, wij horen bij het gilde, tot het laatste toe. En nu komen er zoveel argumenten ineens om de hoek kijken, dat ik dorst te zeggen, argumenten, dat zijn tutti-frutti argumenten. Een bonte mengeling, appels en peren worden opgeteld. Appels en peren, die kun je niet vergelijken, dus dat is heel verwarrend. Het is toch verschrikkelijk dat je elkaar niet meer kunt vertrouwen. Even als voorbeeld. We staan even te praten met elkaar. Ik ken u goed. En ik moet even naar het toilet en ik vraag of u even mijn portemonnee wilt vasthouden. Ik kom terug en dan verwacht ik natuurlijk dat u mijn portemonnee teruggeeft. Nee, zegt u, dat doe ik niet. En dan komt u met ongelooflijk veel argumenten waar ik niet van snap. Nou, dus wat zegt iedereen om me heen? Dat is diefstal. Zo erg vinden we dat. Nou, dat vind ik een aantijging die nergens op slaat. Zo, ik heb daar niet echt een emotie bij van, want ik voel me daar niet persoonlijk door aangevallen. Ik kan onrecht heel slecht uitstaan.
Want dan kun je elkaar niet meer vertrouwen en dan houdt alles op. Dat vind ik het ergste wat er is. Goed vertrouwen is ook dat je je aansluit bij een stichting, het Gilde, en dat je je dus ook conformeert aan de regels van het Gilde. Dat heeft ook met vertrouwen te maken en dat gebeurt dus niet. Rijdende rechter, onze eis is dat de 600 euro onmiddellijk aan ons wordt teruggegeven. Rijdende rechter, onze tegeneis is 800 euro. Welkom in de studio, heren. U bent sinds 2 jaar voorzitter. Ja. Dus toen dit speelde, was u er nog lang niet bij het Gilde? Die inmiddels overleden is. Ja. Wat is u verteld toen u voorzitter werd over deze houtsnijclub? Mij is verteld dat er een houtsnijclub was die vonden dat ze geld van het Gilde te goed hadden. Meer niet. Uw eis begrijp ik volkomen, maar u eist 800 euro. Dat snap ik even niet. We hebben een berekening gemaakt van uitgaande van het feit dat de houtsnijders hun contributie af hadden moeten blijven dragen, of hun cursusgeld, zoals ik dat noem, ja, wat nooit gebeurd is. En als je dat uitrekent over de jaren heen, over die 10 jaar... dan hebben wij een vordering op de houtsnijders. Schrikt u daarvan? Natuurlijk vreselijk. Dat is je reinste onzin. Ja? Het zijn leugens. Het is bedrog. Okay. Want ze hebben nooit iets voor ons gedaan. Uit niets blijkt dat we ooit lid zijn geweest. Er was een vriendschapsverband. Mm-hmm. En één man die kwam er wel eens, maar die werd uitgenodigd. Wij zijn nooit lid geweest van het Gilde. Wat heeft u afgesproken? Dat het onvervreembaar eigendom zou blijven van de houtsnijclub. Ja. Dat is ook bewijsbaar, want ze zeggen nee, wij vragen een apart nummer voor je aan. Okay, dus u is een aparte rekening beloofd. Ja. Het geld zou van u blijven. Is er nog gesproken over contributie of lidmaatschap, nooit, of hoe je het dan wil niks, noemen? Nooit. Als meneer mij het geld had teruggegeven, dan had hij zegt Jan de Vries, we gaan hem nu in de tafel zitten, want dan gaan we eens een keer de zaak eens in de taal bekijken. Had ik gezegd, prima voorstel. Maar waarom, maar nee, waarom gebeurt dat nu niet? Wat is volgens dat u... Weet ik niet, het was een botte houding. Waar gaat het mis? Ik kan me voorstellen dat wisseling van de wacht ook niet meewerkt. Ik weet niet, dat is een stukje arrogantie van, daar hebben we niks mee te maken. Oh. Het is van ons. Ja, arrogantie. Nou ja, ik herken mezelf niet in die arrogantie, maar goed, als Jan dat vindt, dan moet hij dat vinden. De stichting kent hele duidelijke reglementen over hoe gaan wij om met cursusgelden, met inkomsten en uitgaven. Ja. Dat is een beslissing die helemaal bij een stichting ligt. Mm-hmm. En er gaat nooit geld naar vrijwilligers toe. Maar neemt u even het voorbeeld van meneer De Vries. Meneer De Vries stond tot vorig jaar op de lijst van vrijwilligers van het Gilde. Zonder samen, dat hij het zelf wist. Terwijl hij het zelf wist, want er zijn vroeger ledenlijsten verschenen. Ze kwamen ook op de ledenvergaderingen van het Gilde. Maar zijn ook via het Gilde aangeworven. Dat is 600 euro, is dat een fix bedrag voor u als het Gilde? Jazeker, want wij leven van subsidie. Dat is dus een behoorlijk bedrag. Dan gaan we even naar de natsnijmachine. Ja. Hè, dat vind ik een verwarrend ding, want die is aangeschaft. Dat weten we zeker, ja, want u gebruikt hem, toch? Ja. Maar wie heeft hem aangeschaft? Wij hebben in overleg toen met het Gilde, mm-hmm, want wij konden zelf niet. Maar ik heb zelf niet? Wij konden niet een verzoek indienen. Je kon bij diverse fondsen kon je een brief schrijven of je een subsidie kon krijgen. Ja. De toenmalige voorzitter heeft dat gedaan. En toen kregen we een melding dat er was 2000 gulden subsidie gegeven. Ja. Maar omdat ook toen het Gilde nog geen rechtspersoon was, is dat via een andere instantie, een sociale instantie, is dat daar neergelegd, ja, die brief. Ja. De meneer die toen bij ons de docent was, die kreeg een telefoontje van het Gilde. Jij mag je natslijmmachine gaan kopen. Ja, dus we gaan het even simpel samenvatten. Jullie kregen gewoon subsidie en mochten van dat geld die natslijmmachine kopen. Ja, staat er heel duidelijk in voor de houtsnijclub. Dus u zegt, ik heb hem aangeschaft. Ja. Heeft u daar bonnetjes van? Ja. Die heeft u? Ja. Maar u zegt, wij hebben hem aangeschaft. Wij hebben hem aangeschaft. Subsidie is ook aangevraagd door het Gilde of de voorloper daarvan. En de rekening staat ook op naam van het Gilde. Huh? Dat is heel helder. Dus u heeft ook een bonnetje? Wij hebben gewoon de officiële rekening. Dus beide zeggen, wij hebben de natslijpmachine gekocht. En beide zeggen ook, wij hebben een bonnetje. Zeker. Ja, waarom zouden zij een natslijpmachine kopen? Puur op de emotie. Ja. Meneer zegt ook van, het is alsof ik ga naar de wc. Ik geef een portemonnee aan u. Ik kom terug en ik krijg hem gewoon niet meer. Nee. Ja. Kunt u begrijpen dat meneer gewoon boos is? Dat hij zegt, dat is gewoon mijn geld en dat is gewoon weg. Ja, ik snap dat hij boos is als hij vindt dat hij in zijn gelijk staat. Maar ik vind niet dat hij in zijn gelijk staat, dus dan zou hij onterecht boos zijn. Oké. Heeft u spijt dat u het geld niet gewoon lekker in het sigarenkistje, het was geen sigarenkistje, zag ik, maar dat u niet gewoon in het Tupperware bakje heeft laten zitten? Dat kan ik niet onder woorden brengen hoeveel spijt ik heb. Natuurlijk heb ik er spijt van. Dat verwacht ik nog niet, dat zo van je afgepikt wordt. Mm-hmm. Ik vind het gewoon diefstal. Goed, met deze woorden sluiten we af, hoewel het alleen maar over geld gaat. Wilde meester Visser toch kijken wat voor materialen er worden gebruikt bij de club en kreeg en passant zijn eerste gutsles.
Goedemiddag. Jan de Vries. Kan ik kennis maken? Hans Schaaf, van het Gilde. Van het Gilde. U heeft hier ergens uw clublokaal hier? Hier. Oh, nou oké. Ja. Dames en heren. Goedemiddag. 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 Dag. Keer u bent hier gezellig aan het houtsnijden. Ja. Je noemt het Fries houtsnijwerk. Ja. Komt was typisch iets uit het noorden. En je mag dus niet zelf dingen bedenken, want dan is het niet meer typisch Fries natuurlijk. Je hebt twee mesjes, een steekmesje en een zogenaamd rozenmesje. Dus als je hier komt werken, dan heb je twee mesjes nodig? Ja. En die moet je zelf kopen? Moet je zelf kopen. Die moet je zelf kopen. En het hout. Als ik hier kom hout snijden, moet ik eerst hout kopen? Of, nee hoor, dat haalt een van de mensen. En dan koopt men 8 meter hout. En dat wordt betaald uit de clubkas? Nee, dat is niet eerlijk. Dat hebben we wel gewild. Ja. Want de een maakt een onderzettertje zo groot en de ander maakt een dekenkist. Ja. Dan is het verschil en dat zou niet eerlijk meer zijn. Hè? Dan, okay. Naast de contributie moet je gewoon betalen voor het hout wat je verbruikt? Precies. En wat zijn nu de spullen die volgens u van de club zijn? Alles is voor ons. Nee, want die mesjes, die zijn van de mensen. Die komen weg. Ja. En het hout, dat kopen ze. Ja. Dus dat is ook niet van de club. Ja. Maar wat is dan wel van de club? Oh, we hebben een machines. En daar mag u direct ook even kijken als u dat wil. Daar gaan we straks eventjes naar kijken. Heeft u toevallig nog een stukje hout? Of, Een oevenplankje. Een oevenplankje, ja. Ja. Goed scherp mes erbij. Ja, natuurlijk zou ik dat ook eens. Heel erg onhandig bij mijn hart is. Even voor, want anders wordt het een pleisterslag aan. Nee. Ik ga die bepakken aan. Even kijken. Dan moet je zo deze. Hier naartoe. Zo. Dit mesje pak ik dan dit zo. En dat gaat er zo de diepte uit zo. Maar het is gewoon leuk werken en ontspannend werken. Iedereen die het ziet. Als u een half uurtje bezig bent, dan kunt u het. Ja. Dit mag niet, dat opwippen. Nee, dat mag niet. Nee, als je dus aan het snijden bent, dan is het snijden, maar niet hup, dit. Dat deed hij, ik zag het. Niet wippen. Oh, wacht even, ik snap hem. Kijk, zo moet hij. Maar de vraag is dus nu, waar is de nat slijpmachine? Nou, we gaan naar het nat slijphok. Goedemiddag. Oh, we moeten naar buiten. Oké. Houd die maar naar binnen, meneer. Ja. Ja. Dit is dus een natslijpmachine. Maar hier slijpen wij de messen dus zo en zo. Ja, zodat die vlijm scherp wordt. Oké, gevolgd. Dat is Lager blijft staan. Ja, dat is niet zo goed. Ja. En voor wie zijn deze machines? O jee, dat is een Fries machine. Is die van de club? Ja. En dat is een lintzaag? Dit is een figuurzaag. Een figuurzaag? Ja. En die is ook van de club? Ja, is ook van de club. Dat zaakje wat daar staat, ben ik dus gegooid. Dit is een cirkelzaag? Nee, dit is een schuurmachine. Oh? Een schuurmachine met afstuigen. Oh ja. Dit is, even kijken of er stroom op staat. Ja. Ja, nou. Dus dit zijn, en die, maar dan moet je dat steeds heen en weer lopen met je werk. Ja. Nou ja, Bouke die is hier specialist. Die zit hier ook meestal in dit hok. Ja. Ik heb hier voldoende gezien. Ja. We gaan straks even praten over de zaak zelf. Uitstekend. En dan hoor ik graag uw beide standpunten. Prima. Ja? Ja. Ik zie u straks. Dag. Tot ziens. Mensen hier op de tribune, we gaan even terug naar het begin van de uitzending waar meneer De Vries zegt van nou, het is eigenlijk alsof ik mijn portemonnee aan iemand geef. Ik ga even naar het toilet, ik kom terug en ik krijg mijn portemonnee niet meer terug. Aan u de vraag, is meneer De Vries te goed van vertrouwen? Meneer Van Hout, u mag het spits afbijten. Ik denk dat als je aan zo'n affaire begint, dat je duidelijke afspraken moet maken en die zwart-wit moet zetten.
Dan had je een hoop ellende kunnen voorkomen. Het is wel op zijn minst vaag dat je daar wel gebruik van maakt en niet wel je eigen geldpotje wil houden. Zijn ze te goed van vertrouwen geweest? Wel te goed van vertrouwen, maar ook gebrek aan goede afspraken. En afspraken op papier en geen mondelinge afspraken als je het op papier hebt. Dat zou het beste zijn geweest. Meneer Alberto. Het had allemaal voorkomen kunnen worden door alles. Het had een half A4'tje geschild met twee handtekeningen en dan was het opgelost. Maar kun je tegenwoordig niet meer zeggen een man, een woord, een woord? Ja, precies. Meneer? Kijk, dit is nou typisch een voorbeeld van iets dat heel simpel had kunnen blijven en dat nu heel ingewikkeld is geworden. Ja. Wat een bureaucratie. Ja, hou maar... er mee op met die flauwekul. Ik vind het wel gek om dan pas 10 jaar later dat geld weer eens terug te gaan vragen. Ja. Ik bedoel, heb je dat niet nodig gehad, die 10 jaar lang? Vind ik, Nee, maar ook het in rekening brengen. Meneer Boom. Van het maakt natuurlijk ook verschil uit of het je eigen persoonlijk geld is of het geld van een vereniging. En als het geld van een vereniging is, dan denk ik, dan mag je niet naïef zijn. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en toch een klein A4'tje of gewoon even een kattenbelletje desnoods. Waarom moet dat 10 jaar over gedaan worden? Om dat in ene nou weer terug te vragen, dat vind ik niet op zijn plaats. Wie zegt het is diefstal? Wie is het eens met meneer De Vries? Diefstal vind ik erg ver. Meneer De Wit. Nee, dat vind ik wel. Je hebt 600 euro, dat parkeer je op een rekening bij iemand. En dat is dan nog van jou. Vind ik als het dan, dat geld blijft ook van jou dan. Dus dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk, lijkt me. Ik stel ook wel vast... Meneer Van Hout. Er zijn eigenlijk twee dingen. Dat wat hij zegt, dat snijdt hout. Aan de andere kant... Dat klinkt mooi uit, ja. Aan de andere kant, ze hebben... ook gebruik gemaakt van de faciliteiten. Ja. Al die jaren lang. Ja, het voorbeeld van als ik naar de wc ga, dan geef ik mijn portemonnee aan niemand anders. Dat doe ik nooit. Ik neem mijn portemonnee neem ik altijd mee naar de wc. Wat zegt u daar eigenlijk mee? Ik vertrouw dus niemand mijn portemonnee, toch? Nee, onder geen beding. Nee, daarvoor is nou een rechter in het leven gekomen. Mm. Dat andere mensen dikwijls niet te vertrouwen zijn. Ik zeg niet altijd. Maar je ziet nu hoe dit nou ontaardt. Maar zegt u daarmee ook dat meneer De Vries te goed is geweest van vertrouwen? Ja, volledig. Absoluut. Dank u wel. En tijdens de hoorzitting kwamen er nog meer houtsnijdende argumenten op tafel. Welkom, we zijn hier in Emmen. De inzet van de zaak is, even samenvattend, de volgende. Is de houtsnijclub een zelfstandige vereniging? Wij zijn de clubpie, ja. Of wij noemen onszelf clubpie. Is het eigenlijk een onderdeel van thans het Stichting Het Gilde? Ja, tot vorig jaar was dat zo. Nee, dat is niet waar, meneer Visser. Ik mag even mijn zin afmaken, Jan, dat mag jij wel zeggen. Tot vorig jaar heeft de houtsnijclub, zal ik het woord ook maar even gebruiken, heeft bij ons op de website gestaan, heeft bij ons in de informatiefolder gestaan. Jan De Vries en Agen van der Wouden stonden als vrijwilligers bij het Gilde op de lijst. En het eerste keer dat wij kennis maakten, gaf hij aan, wij willen ook graag onder het Gilde blijven. Nou, dat is toch helder, denk ik dan. En dan nu zeggen dat het niet zo is, dat gaat mij iets te ver. Daar heeft meneer gelijk in. Maar het had een dubbele bodem, dat zal ik ook direct toegeven. Meneer kwam heel onaardig bij ons eigenlijk. Want wat we zeiden, het was niet waar en alles. Toen zei ik tegen Agen van der Wouden, tegen die meneer moeten we aardig zijn, want dat wordt een gemeenspelletje. Dan krijgt een staartje, want die wil onder zijn 600 euro uitkomen. Dus vooral aardig blijven. Ja. Nou ja, dit gaat en dat mag er misschien niet zo prettig zijn, maar zo zat het op een gegeven moment wel. Want dat was duidelijk, meneer wilde ons niet die 600 euro terugbetalen. Ja. Hij twijfelde zelfs of het waar was. Nou ja, als het zo is dat de houtsnijclub deel is van het Gilde, dan hoeft hij die 600 euro niet terug te betalen. Maar dat is niet waar, meneer. We hebben duidelijk laten blijken, wij staan op onszelf. We hebben jullie geld niet nodig. Want er is toen ons verteld, wij geven dat geld in bewaring. Onvervreembaar blijft jullie eigendom en dan hebben jullie ook nog rente. Maar dat is toch kwalijk als je zegt... Wil je dat voor mij in bewaring houden? En degene zei ja en maakt het vervolgens zoek. Nou, degene aan wie het in bewaring heeft gegeven, heeft het niet zoek gemaakt. Maar die is op een gegeven moment weggegaan. Die is, begrijp ik, inmiddels overleden. Die kan je niets verwijten. Nou, die was voorzitter. Ja. Maar de penningmeester wel. Er is iets geks gebeurd, maar dat weten wij niet. Nee, maar u gaat uit van de kwade trouw. Nou, nee. Ik geloof niet dat ik dat gezegd heb. Nou, u zegt, sorry, maar de woorden die u gebruikt. Je geeft het in goed vertrouwen, ze maken het zoek. En, dat klinkt nou niet echt alsof u ze vertrouwt. Ja, meneer Schaaf, ik heb de statuten van de stichting erbij gepakt. Onder andere lees ik daar dat je de zelfstandigheid werkgroepen... er is eigenlijk voorzien in de mogelijkheid van zelfstandige werkgroepen. Dat kan. Die opereren in principe autonoom, maar zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Maar moet ik wel vaststellen dat het Gilde inmiddels jarenlang de tijd gehad heeft, sinds 2002, om iets van een formele benoeming van een werkgroep. Maar dat is nooit van gekomen. Nee, daar is dus in de communicatie helemaal niet goed gegaan in die jaren. Maar in mijn beleving, als je zegt,
Wat ik er net hoor van, wij waren wel zelfstandig genoeg, wij hadden het gilde niet nodig. Waarvoor laat je je dan bij het gilde ingeschreven staan als het ware? Dat vind ik dus typisch. Ja, waarom? Ja, maar wij waren niet met gilde, dat wisten wij niet. We hadden helemaal geen contact. Vanaf 2005 of 2006 heeft men nooit meer iets van zich laten horen. Maar die mevrouw, de vroegere bestuurslid van het gilde? Ja, ik was iedere jaar aanwezig op de leermarkt bij de bibliotheek, waar het gilde vertegenwoordigd was en waar altijd houtsnijwerken bij het gilde stond. Ja, dan moet ik ook iets zeggen. Ik ben ook bij het gilde. Maar het is zo dat ik ben een jaar of 10 al bij het gilde. Maar elk jaar was ook altijd een vertegenwoordiger van de houtsnijclub bij de jaarvergaderingen. En ze werden ook vermeld, bij mijn weten, in het financieel verslag. Die 600 euro, daar wil ik dus ook nog wel even een klein woordje van zeggen. Het gilde, dat zat namelijk wat krap bij kas. En er werd ons gevraagd, kunt u ons niet even helpen? Ja, doen we. Toen is het direct ook afgesproken. Jullie mogen het even gebruiken, maar het blijft van de houtsnijclub. En u had 600 gulden in een sigarenkistje zitten. Zoiets. Euro? Ja, natuurlijk. Ik had die gulden even doen. Maar u zegt, het is een lening geweest aan ze. Het was ongeveer een lening aan de... Terwijl u zegt, we wilden het enkel stallen. Ik moet eerlijk zeggen, dat kan me niet zo goed meer herinneren, die lening. Ja. Maar ik weet wel, dat is toen wel over tafel gekomen, dat ze ontzettend slecht bij elkaar zaten. Maar goed, dat is weer een heel nieuw gezichtspunt. Het wordt steeds... Ja, interessant, maar zo is het nooit aan ons gecommuniceerd. Ja. De zaak is begonnen over die 600 euro. Ja. Maar ja, toen is de stichting ook gaan rekenen. En die komt met een tegenvordering. Ja, en dan wat als contributie is geïnd, zeggen ze, ja, dat is eigenlijk gewoon lesgeld. Dat geld is van ons, dat willen we terug. En bovendien, en dat raakt denk ik dieper, u wilt ook elk van één van de machines terug. Nou ja, omdat het zo op de spits wordt gedreven, hebben we gezegd, nou ja, dan stellen we ook officieel maar een tegenvordering in. En welke machine wilt u dan terug? Dat maakt me helemaal niks uit. Nou, ja. Dat is mooi. Als u van mij een beslissing erover wil, wel natuurlijk. Nee, maar kijk, het gaat om de waarde die het gilde heeft uitgegeven. Ja. Ja, u zegt, wij willen de geldelijke waarde daarvan. Ja, want wat moeten wij met de machine en zij hebben hem nodig, dus waarom zou je die afnemen? Maar mijn zorgen dus dat de houtsnijclub het zonder machines moet doen, die zijn onterecht, begrijp ik. Dat denk ik ook, ja. Nou is het zo dat de houtsnijclub, ja, die is nu weg bij het gilde. Daar zijn we, daar is iedereen het over. We zijn bij ons uitgeschreven, ja. Ja, precies. En, maar waarom moet u uitgeschreven worden bij het gilde? Omdat we altijd graag zelfstandig hebben willen blijven. Ja, het is misschien heel erg flauw, echt een juristenvraag. Maar als je nooit deel hebt uitgemaakt van het gilde, waarom moet je dan worden uitgeschreven? Omdat beweerd werd dat we een deel van het gilde uitmaakten. Dat is nooit te sprake geweest dat wij een onderdeel van het gilde waren. Nou ja, het doet een beetje denken van na 20 jaar huwelijk, dat je zegt, we waren nooit getrouwd, terwijl je de dag ervoor nog hebt gezegd, laten we bij elkaar blijven. Ja. Maar dan nog. Dan is het toch een merkwaardige verhouding, wat ik u al verteld heb. Je krijgt er 8 jaar aan rekening onder je neus. Ja. En dan vraag je van, nou, je wordt wel bedankt. Ja, nee, maar datzelfde. Ik zei net even dat grapje over die echtscheiding. Maar dat is altijd bij echtscheiding ook. Dan komen opeens ook alle oude rekeningen, ja, die komen nog tevoorschijn. Nee, maar het helpt ons allemaal uiteindelijk niet verder in de hamvraag. De hamvraag is een puur juridische. Heeft de houtsnijclub, heeft die ooit zijn zelfstandigheid prijsgegeven? Of is die nooit zelfstandig geweest? Doordat die deel is geworden of gebleven van het gilde. Daar komt het gewoon op neer. Want als het deel is van het gilde, ja, dan hebben ze geen eigen vermogen. En dan is alles van het gilde. Maar als de club zelfstandig was, ja, dan hebben ze natuurlijk hun eigen spullen. Het is juridisch nog helemaal niet eenvoudig. Maar dat is geen ramp, daar komen we wel uit. En binnen niet al te lange tijd zie ik u terug in de studio in Zaandam. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Mensen op de tribune, eventjes inventariseren. Wat had u gedaan met die 600 euro in het sigarenkistje als u in de schoenen van meneer de Vries stond? Ustener. Als u mij vraagt, ik zou de 600 gulden in een mooie kluisje stoppen of een zelfgemaakt houten kistje, dat maakt niet uit. En 9 mm ernaast en niemand komt eraan. Zo, dat zou ik doen. Geen halve maat regelen. Nee. Wat had u gedaan, scheepkutter? Nou, de zorgen waren in het begin, begreep ik, dat hij er niet mee over straat wilde. Hij voelde het gevaarlijk. Dan ga je er niet mee over straat. Je hebt het toch niet elke dag nodig, dus berg het waar dan ook veilig op. Ik denk niet dat de hele plaatselijke criminele orde op de loer ligt op het kistje, het sigarenkistje van de houtsnijclub. Als je nou 600 gulden
wordt gestolen bij je. Je hebt een inboedelverzekering en je krijgt het geld zo terug. En als meneer De Vries dat niet prettig vindt, dan is er vast wel iemand anders in de houtsnijclub die zegt, nou dan bewaar ik dat wel. Meneer Boom? Ja, zelfs naar de notaris gaan was goedkoper geweest. Dus dat was misschien de beste optie geweest. Ik zou op dat moment een voorraad hout gekocht hebben en gutsmesjes. Je loopt niet met het geld op straat en je hebt voldoende werkmateriaal. Het geld helemaal uitgeven. Daar ben ik het niet mee eens, want je kan als stichting misschien geen rekening openen, maar meneer zelf wel. En dan was een hele hoop, denk ik. Gewoon een rekening openen. Klassieke methode, in een zwarte kous in de linnenkast. Gewoon in een kous. Tuurlijk, daar zoekt niemand. Ik heb een linnenkast met 400 paar kousen, nou, voordat je daar eens 500 euro uitgedrukt hebt. Maak slapende honden niet wakker. Nee. Ja, ik snap wel, 600 gulden of 600 euro, wat het, daar ga je niet mee over straat lopen. Maar wat had u met die 600 gulden gedaan? Gewoon thuis bewaren. Gewoon thuis bewaren? Gewoon thuis bewaren. Dan gaan we naar de eis. Moet meneer De Vries zijn 600 euro terugkrijgen? Ja, ik vind van wel. Ja, ik ook. En helemaal dat tegeneis van 800 euro van de gilde, nou, dat vind ik belachelijk. Ik zit nu te denken, eigenlijk die 600, als we het nou kiet noemen en de houtsnijclub mag gewoon al die spullen en al die machines houden. Dat lijkt me ook een mooie oplossing. Dus geld laten we eventjes voor wat het is. Het gaat om de machines, die hebben zij aangeschaft. Ja. Dat nemen ze mee. Figuurzagen, alles. Het is weer dat Hollandse schipperen. Ja. Je hebt het in bewaring gegeven, je krijgt het terug, klaar uit. Ja, hij heeft het aan hun gegeven, dus dan zou je het terug moeten krijgen, vind ik. Ja. We horen zo wat de uitspraak is. Heeft u nou ook een conflict en komt u op eigen houtje niet meer uit? Bel ons dan. Mailen kan natuurlijk ook. Ga dan naar onze site eerstehulpbijrecht.nl. Daar kunt u uw conflict aanmelden. En wij zijn altijd klaar om een oplossing te bieden. En dan is het nu tijd voor de uitspraak. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak Houtsnijclub Emmermeer tegen Stichting Het Gilde Emmen. Ja, is de Houtsnijclub een zelfstandige vereniging of slechts een werkgroep van het Gilde? Dat is waar het vandaag om gaat. Niet elk vriendenclubje is juridisch ook een vereniging. Want als je elke dinsdag met je maten gaat sporten, dan ben je nog geen lid van een sportvereniging. Een vereniging ben je pas als je als eenheid gaat deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Hoe zit dat hier? Nadat de houtsnijclub was opgericht, werd een eigen verenigingsnaam gevoerd. En kreeg de club eigen leden die netjes hun contributie betaalden. De club hield een eigen clubkas bij, had een eenhoofdig bestuur en legde aan niemand verantwoording af, behalve dan aan haar leden. Naar mijn oordeel is dat voldoende om de houtsnijclub als een zelfstandige vereniging, misschien zonder volledige rechtspersoonlijkheid, maar dat is even juridisch detail, een zelfstandige vereniging te mogen aanmerken. En dat betekent dat de houtsnijclub financieel geen onderdeel uit kan maken van het gilde. En daarom moet het gilde de door de houtsnijclub bij haar geparkeerde 600 euro aan de houtsnijclub terugbetalen. Omgekeerd zou ik niet weten waarom het gilde recht zou hebben op afdracht van contributies, nu die immers alleen aan de houtsnijclub verschuldigd waren. Vergoeding tenslotte van de mogelijk door het gilde aan de houtsnijclub verstrekte apparatuur is volgens mij evenmin verplicht. Als er al iets is verstrekt, dan toch duidelijk voor niks. Althans, bij wijze van doorsluizen van ten behoeve van de houtsnijclub ontvangen subsidies. Samengevat heeft de houtsnijclub dus recht op terugbetaling van 600 euro en moet de tegenvordering van het gilde worden afgewezen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, uw 600 euro is weer terug. Ja, dus recht is toch recht? Ja, en gaat u het nu weer in het sigarenkistje doen? Nee, want wij hebben eigenlijk in ons werkhokje geen elektriciteit. Ah. En we gaan dus kijken of we met de beheerder dat op die manier kunnen oplossen om een bijdrage te leveren. U gaat het gelijk uitgeven, zodat het niet meer kwijt kan raken? Nee, nee, we raken het echt niet kwijt. Nee, u gaat er iets moois van doen. We gaan er iets moois mee doen. Ja, en u bent het kwijt? Ja, wij zijn het kwijt, ja. Maar ik feliciteer meneer De Vries natuurlijk van Dat is heel sportief. En gaat u voortaan dingen duidelijk op papier zetten als het om geld gaat? Wij stellen dingen al duidelijk op papier. Alleen, helaas gebeurt dat vroeger kennelijk nog niet zo. Goed. Bedankt. En u ook thuis bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. APPLAUS
Okay. Jan, nogmaals gefeliciteerd en veel succes. We praten nog eens even. Dat is goed. Okay. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.